Yo mis, Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live compleet hier op de oude vertrouwde Black Ops. We gaan vandaag een ground room laserpotje spelen op jungle en we gaan gewoon kijken of wij zoveel mogelijk kills kunnen oppakken. Dus ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken. Dit is mijn Clash de Famas met Flakjack de Hardenet en natuurlijk Tactical Mask Pro. En ik hoop dat het gaat lukken. Ik heb een speciale openingsroute altijd in jungle. Dat is namelijk gewoon die hoofdvlag laten zitten. Meteen rennen naar de B-vlag en dan een granaat tussen de bomen doorgooien. Daar heb je ongeveer zo'n stukje voor. En als het goed is, kan je dan meteen een mooi killetje oppakken. Dus ik hoop dat het vandaag weer gaat lukken. Even wachten. Nu. En hoop ik dat hij goed gaat. Ah, kut, zo hitmarker, man. Ah, oké, okay, dat kan dus ook gebeuren. Dat ik een hitmarker krijg in plaats van een kill. Maar dat wil je dus niet. Normaal gesproken, maar oké. Okay. Oké, okay, shit happens. Loopt hier een enemy die zit volgens... Ja, dat wou ik net zeggen, teammate. Vieze camper, jongen. Wat, yo. Zit er hier nog een? Zit er hier nog een? Kom dan. Ik wil even mijn tactical surge in gooien, maar het lukt me niet, man. Doorrennen, doorrennen, doorrennen. Oké. Okay. Hij schoot door die bomen in, zag je dat? Sneaky spot, jongen. Je moet al die spotjes, als je Call of Duty speelt, natuurlijk uit je hoofd leren kennen. Maar deze enemy, die kennen er al eentje. Wat? Ah, in mijn rug, man. En dat tonnetje ontplofte niet, hè? Ik probeerde dat tonnetje te laten ontploffen, zodat je gewoon daar een killetje mee kon oppakken. Maar hij ontplofte niet. Misschien ontploft hij zo meteen nog, maar ik... ja, nu ontploft hij. De logica soms, jongen. Dat slaat ook helemaal nergens op, gewoon. Maar oké. Okay. Het zal wel weer... Fucking hell, jongen. Dit spel is altijd een beetje raar met... ja, het zijn oude Call of Duty's met de hit detection en weet ik wat allemaal. Dus soms denk je dat je iemand dood schiet en dan denk je dat je raak zit. Alleen dan gaan die kogels gaan alle kanten op, behalve op de enemy. Dus het is natuurlijk een wat oudere Call of Duty. En nog. Redelijk. Er zat hier nog een enemy. En nog redelijk veel glitches erin, maar waar is die naartoe? Alleen... Als je daar gewoon een beetje op kan letten, dan is het wel een leuk Call of Duty natuurlijk. Maar het gaat niet goed, man. Ik kom die span hier namelijk. En er zit een kaart te campen hier, oh. Oké, behalve hij dan. Maar er zit er hier nog wel één. Voor de tak mij vreunt, er zit er nog één, teammate. Oké, let's go. Daar waren ze alle drie. Payback ook meteen, nice. Altijd lekker om dat te halen natuurlijk. Even stuns gooien, want dan loopt er een paar... In mijn rug zit ze ook hoor, ik ben niet ingesloten. Dat bedoel ik, jongen, dit spel. Dit spel is zo irritant om raak te kunnen schieten. Ik schoot nu om me heen hoor. Ik schoot serieus een soort van bocht of zo om me heen. Ik weet niet hoe je dat wil noemen. Dus ja, dat was puur mijn eigen schuld, maar. Oeh, iemand heeft het team even te choppen kunnen. Fuck, au. Zo, jongen, ik word gesniped hoor. Ik moet even. Ik moet even rennen, wou ik zeggen, maar dat was al te laat. Shit. Ik wil mijn streaks halen, jongens. Ik sta 12 van 5. Ik heb ongeveer evenveel kills als die defensive chopper. Alleen die gaat nu sowieso uitlopen natuurlijk. Dat hij in die chopper zit, maar... Ik help je chopper, jongen. Kijk eens aan. Wat ben ik toch een goede teamspeler, hè? Losing B, oh ja? Oké, zijn chopper is uit de lucht. Dat is op zich, nou ja... Mij maakt het niet uit als chopper uit de lucht is, maar... Hem natuurlijk wel. Alleen, voor mij is het alleen maar chill, want dan spannen die enemies namelijk gewoon weer normaal. Zo'n chopper... Space die spans altijd keihard. Dat is natuurlijk niet hetgene wat je graag wilt... ...wilt hebben. Eigenlijk moet ik die Blackbird bewaren, maar ik heb er even scheid aan, sorry. Normaal gesproken bewaar je die Blackbird totdat je dood bent, maar... Ik had er even scheid aan, want ik wist namelijk niet of ze al dicht bij me waren, de ja of de nee. Dus... Daarom riep ik hem meteen in. Ik had hem misschien beter kunnen bewaren, maar... Weet je, soms moet je gewoon even meteen iets inroepen. En op andere momenten is het handiger om te wachten, maar... Ik vond dat dit een idee of een punt was om hem gewoon even in te roepen, dat ding. Granaat naast me, kijk uit. Zo. Ik heb nog een chopper ook staan, maar ik ben bijna out of ammo. Oké, nu ben ik dood. Ik zag gewoon aankomen. Maar ik heb nog chopper. Ik heb even die chopper inroepen. We staan op dit moment met 28 op 6. Dus we hebben 28 kills opgepakt. Potje zit op ongeveer 1/3 of zoiets. Nou, iets eroverheen, maar oké. Dus nu moeten we gaan knallen, man. Dit ding. Hondjes lopen ook in de map. En als het goed is, kunnen we heel veel kills gaan oppakken met deze chopper. Als ik niet meteen uit de lucht word geschoten. Nee, ik killde de verkeerde. Oké, nu moet ik ze meteen afknallen. Want ik heb nu geen flares meer. Dus als ze nu op me schieten, dan ben ik kapot. Dankjewel, die hebben we. Jij hebt hopelijk geen fucking kutting. Niet mijn aanlog, jongens. Niet doen. Stop. Dankjewel. Dikke multi weer.
Niet doen. Nee, ik weet niet wie om me schiet. Ik ben sowieso dood nu. Ik ben 100% neergehaald. Althans. Ja, nu ben ik sowieso neer. Ja hoor, daar gaan we. Oké, we hebben wel heel veel kills kunnen oppakken in deze chopper. Dus dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. 58 kills alweer. Oké, chill. Nice. Ik ga de enemies aanvlag pakken als ik daar meteen even een stun op kan gooien. Want ze zitten er heel veel op namelijk. Dan kan ik die natuurlijk eraf neten. En daarna nog eens afschieten. Alleen nu is de grote vraag, gaan ze in mijn rug spannen? Dat weet ik dus niet. Nee, doen jullie dat niet? Oké. Er komt een mortar om mijn kop, dus ik moet even rennen als je het niet erg vindt. Fucking final stand, jongen. Daar word je soms zo gestoord van gewoon. Welkom bij Black Ops 1. Waar iedereen final stand hebt en waardoor je... Ook nog eens, als iemand in final stand ligt, de kill niet kan krijgen doordat hij dan gerevived wordt. Echt belachelijk dat ze dat ooit in het spel hebben gemaakt, maar het is een oude Call of Duty, dus ik vind dat dat wel mag. Ja, ik ga mijn Blackbird inroepen, jongens. Ik moet hem eigenlijk weer bewaren, maar ik wist niet meer waar ze spannen, man. Dus daarom riep ik hem nu in. Want nu heb ik gewoon een vrije loop hier, hoor, om door te lopen. In plaats van dat ik... misschien natuurlijk... in één keer gekild word. Dus daarom riep ik hem weer in. Ik had hem kunnen bewaren. Had gekund. En dat heb ik niet gedaan. En volgens mij was het een goede call. Kijk, ik heb weer hondjes. Ik heb weer alles. Ik heb er hier nog eentje te campen. Pak een fijne stem. Ga nou eens heen, joh. Ja, ik weet dat je me zag, jongen. Nou, ik zag jou ook. Oké, we zijn weer dood. Maakt niet uit. Ik ben aan het denken. Nee, ik doe het niet. Ik wil eigenlijk mijn chopper inroepen, maar ik bewaar hem nog eventjes, man. Want ik heb... Ik had nog een... Ja, ik ben nu dood. Oké, ik roep hem wel in. Oké, dan roep ik hem toch in. 72 kills. We kunnen makkelijk die 100 plus halen, zoals je kan zien. We moeten nog 17... zo, 25 kills. Mooi, ik maak een triple. Dus we halen dit sowieso wel die 100 plus. Alleen, misschien kunnen we nog wel verder gaan in die 100 plus. En dat ga ik natuurlijk wel gewoon proberen, maar dat is het leuke. Dat is het leuke aan Black Ops, jongens. Zo. Hoppatee. We worden aangelokt, ik weet het. I know. Kom dan, jongens. Niet pussy doen. Dank je. Niet aanloggen, pussies. Holy shit, ouwe. Oh! Holy shitballs. Holy shit, jongens. Wow, ik ga niet kijken hoeveel kills ik heb. Ik denk dat ik al op de 100 zit, maar ik ga niet kijken, want dan ga ik stressen namelijk. Oké, we gaan niet kijken naar het scorebord, want dan gaan we stressen en dan gaan we dood. En daar heb ik nou net geen zin in op dit moment. Zo, jongen. Lucky kill daar, hoor. Kut. Ja, fucking ghost. Ik dacht, er kan daar niemand zitten, want er ligt een Nepal. Maar ja, dat was dus wel zo, helaas. Hallo? Oh, final stand. Op. Dat is niet zo leuk, hè. Er zit er hier eentje de B-vlag te pakken. Voor mij mag hij de B-vlag pakken, maar dan moest hij het wel wat sneller doen dan dat. Final stand vent weer. Ik weet precies wie nou die final stand heeft, dus... Het gaat hem niet lukken om mij daarmee te killen. Even terugrennen nu. Althans. Ik kan het hier wel overleven, denk ik. Oké, lekker. Kut, ik word niet zelf gestunt. Ik heb tactical mess. Ik heb daar geen last van. Maar nu ben ik dood. Shit. Ah, daar had ik niet dood moeten gaan. Nou, dit is kut. Ik had er niet... Ah, fuck. Nou ja, maakt niet uit. Enemies hebben B, dat is goed. Teammates niet hem terugpakken, alsjeblieft. Teammates niet B pakken, doe het voor mij, kom op. Kut. Zit er hier nog een boven me, man? Ja, kut randje, echt waar. Ik haat dat randje zo hard altijd. Het randje is altijd zo glisserig, man.
frag-grenade. Ik zeg even niks meer hoor, want... kom op dan, schiet op! Schiet alsjeblieft! Oké, okay, hoeveel kills heb ik? Hoeveel kills heb ik? Let's go! Let's go! Let's go, 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 go! Let's go! 126 om 10! 0 captures, nou dat deed ik expres, want het duurt potje langer. En 4 defense, 126! Param, pam, 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 pam. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. En als je hebt genoten, dan moet je op die like-knop rammen. Tadadam, tam, tam. We hebben een nieuw personal best, man, wat dan? Domination mode kills, oh ja. En mijn record staat op 278 kills op dat spel volgens mij. Even kijken, waar kan ik dat zien? Ik wil het nu even controleren ook. Staat dat hier? Waar staat het ook alweer? Kill-death ratio, ja. Even kijken hoor. Waar stond het ook alweer? Wacht, nu wil ik het zien ook. Wacht, geef me even een moment. Hier, hier, most kills, 278. Dus, ja, die hebben we helaas niet kunnen inhalen, maar dat is mijn record, 278 kills in één potje. En dit was sowieso een lekker game om te hebben gespeeld. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens. Als je hebt genoten, dan natuurlijk op die like-knop. Mocht je nou meer Black Ops willen zien, laat het sowieso weten in de comments of midden van een duimpje omhoog, wat dan ook. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.